Op nummer 6 bijvoorbeeld heeft de schrijver, dichter Jan Slauwerhof gewoond. Een grote. Een hele grote. Schuim en as bijvoorbeeld kan ik mij nog goed herinneren van mijn examenlijst van veel te lang geleden. Op nummer 3C, daar woonde John Engels. En John Engels, een hele bekende jazzdrummer. Die met alle grote jazzmuzici op aarde gespeeld heeft. Daar woonde ook nog een politica, dat was Nel Barendrecht. Die woonde op nummer 9C. En dat allemaal op dit hele kleine stukje. Het Noordereiland is een van de kleinste wijken van Rotterdam, maar waarschijnlijk met de meeste BN'ers per vierkante meter. Nou kijk, hier zo heb je natuurlijk wel een van de toppers, hè, op Noordereiland. Hier heeft Martin Toonder, is hier geboren. Wat je ziet is Tom Poes in mozaïek. En het wijst naar de kamer van Martin Toonder. De goede man heeft hier gewoond. Ja, want het is een bijzonder stukje Rotterdam, hè, hier. Hier wel, ja. Ja, het is echt een eiland, hè, zeggen ja, ze. Het is natuurlijk een gemaakt eiland, tot en met. Hè, het zat vroeger aan Feyenoord vast. Ja. Maar het is hier een dorpsgemeenschap. Ja. Een oase midden in de stad. De volgende halt is hier achter mij. Dit was vroeger een postkantoor. Kijk. En daar werkte Joop van Dalen. Invaller Joop van Dalen scoort een schitterend doelpunt. Joop kwam tussen de middag vaak bij mij thuis, bij mijn ouders thuis, zijn lunchpakketje eten. Kijk. En boven het postkantoor, daar woonde mevrouw Toos Roodzand. In de jaren 30 van de vorige eeuw was mevrouw Roodzand de topschaakster van Nederland. In een van die huizen heeft Abraham van Leeuwen gewoond. Prins de Lignac. Prins de Lignac, ja. Met de gouden kranen. Met de gouden kranen en de gouden tandenworstel. Ja, van de NTI, dat heeft hij opgericht. Lecturama, NTI, Kerkhoop, daar was hij de oprichter van. Het is goede grond kennelijk hier om te wonen. Plek voor mensen met talent, dat is duidelijk. Ja, wie weet, wie weet.